U bent hier actief op de Almeloze Veteranendag. Waarom houden jullie deze dag? Nou, de Veteranendag wordt ons aangeboden door de gemeente, door het gemeentebestuur en de gemeente. En wij als Veteranencomité helpen mee organiseren deze dag op te zetten. Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat veteranen aandacht en waardering krijgen. En dat doet de gemeente op deze manier. Wat vindt u er trouwens van dat er zoveel jongeren hier aanwezig zijn? Kennelijk voor die opleiding en dus die militaire toekomst hebben gekozen. Ja, dat doet natuurlijk enorm goed. Hè. De Defensie heeft natuurlijk een hele lange tijd van alleen maar bezuinigingen gekend. Nou, helaas is het zo dat de wereld niet vrij is van oorlogen. En dat we heel dicht bij een oorlogsgebied zitten. Hè, zoals wat er nu gebeurt in Rusland en de Oekraïne. En daarbij is ook voor de politiek, laat maar zeggen, het besef gekomen dat wij de vrijheid niet voor niks krijgen. En dat we er ook wat voor moeten doen. En dat betekent niet alleen het beschikbaar stellen van materiaal en geld, maar daarnaast ook het mensen opleiden. Want je kunt heel veel materiaal hebben en heel veel geld krijgen, maar je moet ook wel de mensen hebben die in dat materieel zitten en die dat materieel onderhouden. Waarom zijn jullie hier? Wij doen een schoolopdracht van examen die wij hier moeten afleggen. Dan moeten wij vragen stellen aan oude veteranen en moeten wij daarna een presentatie maken en dan erover hebben wat we hebben geleerd, wat we hebben gedaan. Ja, dat eigenlijk moesten wij hier doen. Heb je al met veteranen gesproken? Ik net nog wel heel even. En ik ga zo meteen nog wel even verder veteranen aanspreken. En even wat vragen stellen. We vinden het wel belangrijk dat de veteranen die waardering krijgen voor een hele lange periode voor inzet voor je vaderland. Dat is niet altijd vrijwillig geweest. Hè. Er zijn ook vrijwilligers die heen gaan, maar zijn ook niet altijd vrijwillig geweest. Die hebben heel wat doorgemaakt. Niet alleen de veteraan, maar ook hun familie. En ja, daarvoor is die waardering toch wel heel erg belangrijk. Nou, je ziet hoeveel veteranen er lopen. De veteranen zoeken elkaar vaak op. Waarom? Omdat je elkaar niet hoeft uit te leggen wat je mee hebt gemaakt. Hè. Je voelt dat, ook al heb je niet met elkaar in de missie gezeten. Je weet wat je doormaakt, je weet wat je ontbeert, je weet wat het met je doet. En je weet ook de omstandigheden. Dus we hoeven elkaar weinig uit te leggen, we begrijpen elkaar. En daardoor zoeken ze elkaar vaak op. En het is belangrijk, zeker met het overlijden van heel veel mensen die bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog hebben dienst gedaan in Nieuw-Guinea en Nederlands-Indië, dat we dat besef en die herinnering levend houden. En dat is, ja, de jonge veteranen zijn hier belangrijk bij. Er zijn er best veel in Almelo, iets van 350? Ja, 300. We hebben op de lijst 386 veteranen. Echt niet allemaal mensen van de pensioensgerechtigde leeftijd? Nee, zeker niet. Zoals hier te zien is ook heel veel jonge mensen. Ja. Ja, en ook die voelen zich betrokken, hè, want sommige mensen denken van een veteraan is iemand met een stok, met een baard, ziet er oud uit. Nou, volgens mij loop ik zonder stok, ik heb geen baard, ik zie er ook niet oud uit volgens mij. Dus we zijn ook, maar het is ook maar net hoe je je voelt natuurlijk, er zijn ook heel veel jonge veteranen. En misschien niet altijd veteranen die dezelfde missies hebben gedaan, en zoveel missies, er zijn er die één of twee hebben gedaan, maar ze hebben allemaal diezelfde waardering nodig.